voor mezelf kunnen zijn en hoe ik ben. What the fuck? Oh, dat was Nederlands? Ja. Ik verstond het niet. Nee, omdat je er doorheen loopt te schreeuwen met je yo-yo. Cher, Knoller, Don. Mijn naam is Milan Knol en in Reageren Op neem ik samen met Don Kaiklijn een kijkje naar de video's die jullie insturen op discord.gg/Milan Knol. En even belangrijk, neem ons niet te serieus, oké? Hey guys. Zijn we weer. Welkom bij een nieuwe video van Reageren Op. Vandaag. Zin in. Vandaag is een hele speciale dag, want vandaag doen we niks anders dan normaal. Gewoon reageren op filmpjes. Yo, wil je een leuk kerstcadeau, Sinterklaas cadeau? Check de website knollen.nl en haal het complete joggingspak voor een goedkope prijs van... Je weet niet uit je hoofd, hè? Nee. Nee. Beginnen met de eerste filmpje. Jonko draaien zonder vingers. Nou, ik weet niet hoe het moet, dus ik ben wel benieuwd. Hey maat, wil je eens laten zien hoe je rolt? Ja, maat, school. Zet hem neer, kom. Oh, hij heeft fysiek ook geen vingers. Pak tipje. Oh, inderdaad. Oh. Weer tipje. Vuurwerk, hè? Is dit vuurwerk? Nee, ik weet het niet. Gewoon op. Simpel. Nou ja, hij heeft wel vingers. Ja. Twee. Ik laat je altijd nog even dichtigen, want ik heb niet graag dat de open springt in mijn handen. Nou, heel knap dat je dat kan. Maar ik ga niet 8 minuten kijken naar hoe iemand een Junko draait zonder handen. Ja, daarom duurt het ook 8 minuten. Maar geen, Ja, maar ja, prima. Als het werkt, dan werkt het. Ja, maar kijk, het ding is wel, als je ledematen mist, je wordt wel innovatief. Innovatief? Ja. Als je iets mist in je leven, dan moet je... Kijk, jij hebt bijvoorbeeld geen humor. Daarom zit ik hier. Je hebt geen vriendin. Daarom zoek je die. Want dan moet je. Je moet. Dus je bent innovatief op zoek naar een vriendin. Dus laat je een snor groeien, want dat helpt. Dit is voor november. Oh, het baas. De klapper te gebruiken met oud en nieuw. Omdat we natuurlijk geen vuurwerk mogen afsteken. Ah, daar heeft het baas weer wat op verzonnen. Uiteraard, hij is er weer. Waar zit hij in hemelsnaam ineens? Hij heeft een nieuwe hobbykamer, denk ik. Ik denk dat hij bij een collega is of zo, bij een vriend of zo, weet ik veel. Kom. Hallo beste kijkers, dit jaar gaan we weer vuurwerk aansteken. Oh nee, dat mag niet. We mogen geen knalvuurwerk meer aansteken. Ook geen siervuurwerk. Ja, dat is humor. Haat ja. Even een grapje. Ja, ik, jongens, we gaan vuurwerk afsteken. Oh nee, dat mag niet. Ja, hij kwam wel laat binnen. Maar een lachband eronder. Ja. Echt leuk, het baars. Bro, als ik zeg een lachband eronder, dan hoef jij niet te lachen. Hè? Nee, maar ik denk, scheelt de editor weer werk. Nee, dat... Is toch zo? Bro, de editor wordt betaald. Dus dat scheelt, dat moet niet werk schelen. Hij moet gewoon doen waar hij voor betaald wordt. Oké, wacht, ik heb een idee. Editor, lachband. Nice. Alleen mijn sterretjes. Nou, de tip bedankt. De speciale klapper van Edward. Deze random ineens. Zie, dat is die collega van die nieuwe hobbykamer. Ja, ik kom voor Ed Baars en dan komt in één keer fucking Henkie in beeld. Ed Baars vindt het hilarisch, overigens. Ja, hij vindt het fantastisch. Ed Baars gaat brokko. Nou, de tip bedacht. De speciale klapper van Ed Baars. Let op, daar komt hij aan. Nou, de tip bedacht. Twee plaatjes met hout rondgezaagd. En dit is dus klapper de klapper. Met oudjaar. Kijk hem. Hij lijkt al zo'n aapje met zo'n ding zo. Zo'n aapje wat je in je hoofd hebt altijd. Zo met die. Ja. Maar Ed Baars heeft ook nog wat woede van zijn scheiding erin zitten. Zie je? Die man is hoeren kwaad. Hier, kijk. Ah, ja. Maar stel hij is een keer kwaad op je en in jouw hoofd komt dat dus. Ja, dan ben je. Fucking Ed Baars, dude. 50 seconden. Ik vind wel, hij heeft waarschijnlijk onze feedback geluisterd. Want die video's van hem duren normaal altijd fucking 1,5 uur. Ja. Voor de meest nutteloze uitvinding ooit. Een heel klein en succesvol. Ja, daar gaan we. Nou gasten, tof voor die dag met een nieuwe video. We gaan beginnen. Wacht aan radio, allemaal mannen staan paraat. Ik lees de kluis. Volgens mij heel klein en succesvol. Hij heeft gewonnen. Dat jullie even weten dat dit jong stunt op jullie allemaal. Iedereen die hier kijkt, hij heeft net op jullie lopen flexen en er is niks wat jullie eraan gaan doen. Nee. Niks. Zit je daar achter je computertje, hè? Ja, of zit je dit te kijken? Ja. Loopt dit jong zonder wenkbrauw op je te stunten? Hup. Hup. Hup, nog een keer. Gedeel, ik kom van onder allemaal mannen hebben. We spelen weer op banden.
voor gepikt, dan ben je een brommer. Geen schat, geen verbit, ik wil dat je me betaalt. Ik hoef geen conversatie, kijk hoe geld naar me praat. Nu het is gek. Hij kent de hele kuttekst uit zijn hoofd ook, hè? Dat is wel hard. Shout out jou, man. Flex op de haters, man. Wat is dit? Onderwijskunst. Nutschool, geld erop. Maar een nutschool, weet je wat het is? Een nutschool. Ik heb op een nutschool gezeten. Wat is dat dan? Ik zat op een Haagse school, dat heette Nutshaag. En, voor mensen die helemaal nut zijn. Ja, nee, ja, ik zag het nut er ook niet van in. Een nutschool schijnt dus, volgens mij is dat zelflerend of zo. Als in, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, je leert iets anders of zo. Oké, dat is niet moe, het is duidelijk. Goed geschoten. Ga ik gapen als er school binnenkomt. Ja, ik word hier ook heel moe van. Ja. Waar is de meester? De meester is ziek. Normaal, als er geen meester in de klas is, ik weet niet, maar de klas is nooit zo stil. Juist als er geen meester of juffrouw in de klas is, dan echt, jongen, chaos, lawaai. Gooi dingen door de kamer, door die klaslokaal heen, dan komen ze binnen en dan... En dan is het pas stil. Zat je ook op... Ik zat op VMBO, dus bij ons was dat gewoon... Er werden gewoon deelbussen gewoon uit die tassen gehaald. En dan werd het gewoon op die tafels, en werden die hele tafels in de fik gezet. Wow, en nee, had iedereen marshmallows bij. Ja. Kijk, VWO lijkt me dan wel wat je om les te geven. Want? Nou, het enige wat je dan af en toe naar je oor krijgt is... Gauzer, ik heb geen pen in mijn tas. Gauzer, dadelijk weer terugfietsen naar Bloemendaal. Ik wil dat het niet duidelijk is, maar niet te streng. Wil mezelf kunnen zijn en hoe ik ben. What the fuck? Oh, dat was Nederlands? Ja. Ik verstond het niet. Nee, omdat je er doorheen loopt te schreeuwen met je yo-yo. Ja, gang, zei ik. Kutboomer. Ik wil dat het niet duidelijk is, maar niet te streng. Wil mezelf kunnen zijn en hoe ik... Ik moet hier echt ondertiteling bij hebben. Ik wil mezelf kunnen zijn en hoe ik ben. Ik heb een beugel en daardoor een spraakgebrek. Zie je, dat hoor je toch? Dat laatste vond ik niet helemaal. Sinterklaas en Sony spelen onder een hoedje. Het is een heel spannende tijd om een gamer te zijn. Gisteren las ik op VRT Nieuws dat vandaag de nieuwe PlayStation 5 werd voorgesteld in de VS. Dus ja, dan word ik enthousiast. Dat is Sony, hè? Dat is Sony, ja, dat is het gigantische bedrijf, Sony, de Japans conglomeraat. Ja. Brengt dus die console uit. Wel iets dat ik een beetje verdacht vond. Dezelfde dag las ik dit in de krant. Dat de kinderen vanaf nu opnieuw een brief naar de Sint mogen sturen. Ja, dat is verdacht. Dan word ik toch een beetje nerveus. Dus op dezelfde dag als het gigantische Japanse bedrijf Sony de PlayStation 5 voorstelt, dan mogen kinderen een brief sturen naar de Sint. Want dan mogen ze inschrijven wat ze willen exact hebben. Exact! Oké, ja. Dus hey, dat is louche. Ik snap het niet. Ja, kijk, het hoort dus heel grappig. Nee, maar Sony gaat toch niet zich boeien om 17 miljoen Nederlanders als de wereld veel meer bevat en daar veel meer te halen van? Ja, want hate to break it to this dumbass Belgian guy, maar Sinterklaas wordt niet gevierd in Amerika en shit. Nee, ook dat. Daar vieren ze namelijk gewoon kerst. Ja, daarom. En België dan, blijkbaar. Hebben ze in België ook Sinterklaas hier wat, toch? Of heet het daar Sinterbel? Nee, ze hebben daar... Sinterpieter. Ze hebben daar Momogertje. Sintergerbe. Aan de man zelf. Als alles goed gaat, hebben we nu een live verbinding met Spanje, met Sinterklaas. Wow. Dag Sinterklaas, hallo. Dag Sint. Alles goed? Kan je me goed horen, Sint? Zeker, kameraad. Sinterklaas hoort je luid en duidelijk. Want het is toch vreemd, hè? Als die PlayStation 5 uitkomt, net op dat moment kunnen kinderen brieven sturen naar de Sint. Dat is toch vreemd? Is dat toeval of is er een sinistere band tussen jou en dat Japanse bedrijf? Maar Lucas, toch. Dat is puur toeval. Sinterklaas is volledig onafhankelijk. Het enige wat mij interesseert is dat de kinderen gelukkig zijn. Ah, dat doet mij heel veel plezier. Dus er is je bent volledig neutraal. De kinderen kunnen op beide oren slapen. Je hebt geen band met het Japanse Sony. En de zin kijkt enorm naar uit om alle kindjes te bezoeken en hen een prachtige PlayStation 5 te bezorgen. Ja, man. Of een Xbox, hè. Als de kinderen een Xbox willen, ga je een Xbox geven. En Sinterklaas toch? Hè? Dat kan ook, maar ik zou het vreemd vinden mochten de kinderen dat willen, want de PlayStation heeft de veel betere graphics en meer exclusives. Maar ja, als er ook stoute kindjes zijn die een Brawl Xbox willen, dan mag dat ook. Oké, dat is toch een beetje verdacht, maar dankjewel Sinterklaas. Tot 6 december. Dag, brave jongen. Ja... Grappig. Ja, shout-out Sinterklaas. Shout-out PlayStation 5, man. Ik heb hem ook. Ja, ik niet. Ik ga hem even laten zien. Ja. Kijk. Zo.
Ja, ik wil niet. Ik wil niet flexen of zo, maar ik heb hem gekregen van PlayStation. Shoutout PlayStation 5. PlayStation. Dit voelt ook echt. Kijk, die PlayStation 4, die was net zo zwaar als een pak melk. Maar dit ding voelt ook lekker robuust aan. Ja, hij is heel zwaar. Hij ruikt ook lekker. Hij is ook heel lief. Wat zei je? Ja, je wil met mij mee naar huis, hè? Ja, gaan we niet doen. Maar ik ga jullie even jaloers maken. Nou, dankjewel PlayStation, want ik ben ontzettend blij mee. Ik ga lekker games opspelen. Het is echt, ik ben echt super blij. Maar ja. ik had het op stream, heb ik dat al gedaan. Ja. Dus mocht je mijn stream nog niet checken, twitch.tv/MilanKnol. Iedere zaterdag om 4 uur begin ik met livestreamen. Ja. Toen heb ik deze ook unboxed. Oh, hij heeft deze ook unboxed. Ik ga straks naar huis om Pimpampet te spelen. Top 10 irritaties op een speelpleintje. Power Direct. Artiesten Kaba Power. Abonneer via fout schrijven. Hallo. Welkom bij Evelyn. Ik had echt een pieperstem verwacht bij dit joch. Ja, maar hij heeft al de baard. Hij klinkt in één keer als Darth Vader. What the fuck? Maar de power director daaronder en naar het schermpje kijken, dat kan echt niet. Ja, en dat gordijn, bro, come on. En zo die beanie, zo'n quasi nonchalant boven op je hoofd. Ja, nou, met zo'n plekje haar eronder, dat doet Len ook altijd. Maar dat is een Carhartt beanie, dat kan nog wel. Nee, man. Ja, vind ik wel oké. Nee, ik vind alleen het gordijn een beetje dat ik denk, bro. Ja, man, en die lavalamp, wat de fuck ben je doen? Nee, dat lavalamp heb ik ook. Dat is ook gewoon cool. Dit is typisch Milan. Alles wat hij weer heeft, dat is dan weer cool of zo. Ja. En als iemand anders dat heeft, dan is dat ook in één keer weer cool. Ja, maar als iemand anders het niet heeft, dan is hij absoluut niet cool. Want ik heb een PlayStation, heb jij die? Dus dat, ja, dat zeg maar. Eindelijk nog eens een top 10. Eindelijk. Ik heb ooit eens een top 10 gemaakt, maar die staan niet meer op YouTube, dus ja. Geniet van de video, let's go. Vandaag komt een top 10 irritaties op het speelplein. Nee, dit is kwalitatief de slechtste video die ik ooit heb gezien, nou. Gaan we niet doen, ouwe. Iets meer oefenen nog. Eindelijk 100 abonnees. En hallo mensen bij een nieuwe video van Like Dave. Jongens. Hij is een beetje warped of zo. Ja, beeld. De groot nieuwsvideo die heeft zoveel views gekregen en heeft veel populariteit en zo gekregen. Waardoor ik nu gewoon met de rest van de video's en de afgelopen jaren waarmee ik gewerkt heb, 100 abonnees heb gehaald. Dank jullie wel. Nice. Ik ben er ook echt. Lekker bezig, gefeliciteerd. Jij hebt gewonnen. Deze PlayStation komt nu naar jou toe. Nu naar je toe. Stuur even je adres in de DM. Hij gaat damn, hè? Ik wil het niet. Goed, bro. Ja, al 100 abonnees is het begin van een fucking miljoen, toch? Eerlijk? Jij hebt ook begonnen met 100 ooit. Wat? Huh? Ik ben die tijd alweer vergeten, joh. Kijk wat ik heb. Het is zo arrogant. Ja. En ik ben ook gewoon helemaal niet arrogant. Nou. Zolang ik maar succesvoller dan jij bent, dan jou bent. Dan jij, was goed. Ja, dat was dan goed. Dan jij, was goed. Ah, nou, dan stop ik mijn zin hier. Ik denk ook niet dat ik jou enigszins ga inhalen anytime soon. Jawel. Nou. Goed. Jongens, ik vond het fantastisch. Hoe kun je verkeerd zijn met Milan? Ja, gewoon op die erfenis. Moet ik je in mijn testament zetten? Ja, als je wil. Ja, nou is goed. Hoeveel procent wil je? Nou, maar 10 of zo. 10? Ja. Dat vind ik wel heel veel. Ja? Ja, daar kun je wel aardig wat voor uit. Hij is zo kut. Als je voor mij 10% erft, dan kun je 2 keer naar de Albert Heijn en stop. Ja, we zoeken weer een sponsor voor reageren op. Dus waarschijnlijk komt er binnenkort weer eens wat sponsordingen. Kun ik ook weer eten. Oh, we hebben misschien een nieuwe sponsor voor het volgende jaar. Oh, reageren op. Ja, echt. Dat is echt lijp. Dus dan komt er wat inkomen binnen voor jou. Oh, lachen. Leuk. Dankzij jullie, want jullie kijken. Jullie kijken. We zien jullie graag volgende week vrijdag weer om 4 uur met een nieuwe video. En echt bedankt voor de love. Bedankt voor de likes die we krijgen. Bedankt voor de reacties. Ja. En we halen elke keer die 100.000 weergave. En dat is. Dat is love. Dat is bizar. Dat is echt ons doel elke keer. Ja. Dus dankjewel.